Religie. Wat rond 1960 in katholiek Nederland gebeurde, geldt ook voor Oosterhout, waar iedereen van de bevolking katholiek was. De pastoor maakte gaandeweg plaats voor de pastor. Er stonden ecumenische experimenten en het Latijn werd vervangen door het Nederlands. De priester stond niet langer met de rug, maar met het gezicht naar de mensen toe. Vaak ging hij letterlijk de preekstoel niet meer op. Hij sprak de gelovigen toe van achter een lessenaar. Donderpreken waren er niet meer. Films, mode en vertier werden niet meer afgekeurd. En de pastoor kwam niet meer langs om moeder de vrouw te vertellen dat het tijd werd voor een nieuw kindje. Missie spelen. Ook het kinderspel na school kon ineens heel katholiek zijn. Een typisch katholiek kinderspel was missie spelen. Jongetjes bouwden zelf een altaartje of zetten een gekocht altaartje op. Ouders en familieleden hadden voor de voorwerpjes een kleding gezorgd. Nu ineens werden die zelf gemaakt, dan weer werd de uitzet gekocht in winkels of religieuze artikelen. In 1900 bestond er nog geen leerplichtwet. Vele kinderen kwamen ongeregeld naar school. Ze bleven thuis als de klomp stuk was. Als er geen goede kleren waren om aan te trekken of wanneer ze thuis moesten helpen op de boerderij. De boerenkinderen werden al jong ingezet als hulp in de huishouding of als knecht bij vader op het land. Na de invoering van de leerplichtwet moest iedereen tot zijn 12e levensjaar naar school om vakken te leren als taal, rekenkunde, aardrijkskunde en geschiedenis. Aap, noot, mies. En zo verder. Tot en met de lagere school moesten we zaterdagsmorgens ook nog naar school, dus het was best een lange week. Zaterdagsmiddags moesten we thuis onkruid wieden en het erf verrijven. Harken. Het erf was verhard met kolengruis, waarin je mooie stroken kon harken. De meisjes moesten op zaterdag alles een grote beurt geven, stoepen schrobben, ramen zeemen en het koper poetsen. Want op zondag moest alles er piekfijn uitzien. Wij liepen in de zomer de route 2 keer. 'S morgens naar school, tussen de middag naar huis en weer terug. En in de namiddag om 4 uur weer naar huis als de school uit was. 'S winters namen we een goed gevulde broodzak mee naar school. Eenmaal op school was het altijd weer een verrassing wat ze er thuis allemaal in hadden gestopt. Meestal viel het reuze mee. In de pauze aten wij onze boterhammen op. 1800, de 19e eeuw. De meeste kerken komen weer terug in katholieke handen door toedoen van de Franse wetgeving. In Breda en enkele andere steden is dat niet het geval. De teruggegeven kerken zijn meestal in slechte staat van onderhoud. 1806, einde Bataafse Republiek. Lodewijk Napoleon, broer van keizer Napoleon Bonaparte, wordt koning van Holland. 1845, de aardappeloogst mislukt door de Vitoftera. De aardappel is sinds 1775 volksvoedsel geworden. 1858, in Lourdes verschijnt de heilige maagd Maria aan Bernadette. 1874. Volgens de kinderwet van Houten mogen kinderen onder de 12 jaar niet werken.
1918, einde van de Eerste Wereldoorlog. 1930, de grote economische crisis breekt uit over de hele wereld. 1940, op 10 mei vallen de Duitsers Nederland binnen en 4 dagen later volgt de capitulatie. 3000 gesneuvelden. Werner von Braun ontwikkelt de V-wapens. 1945. Na de hongerwinter in het noorden volgt de capitulatie op 5 mei in Hotel de Wereld in Wageningen. 1948. Juliana, koningin van 1948 tot 1980. Zij is geboren in 1909. Willem Drees wordt minister-president van 1948 tot 1958. 1953. Op 1 februari is 's nachts de watersnoodramp met water tot in de Oosterhoutse polders en Vrachelse polder. In 2015 zijn er in Oosterhout 23 basisscholen plus 5 scholen voor voortgezet onderwijs. De broeders en zusters zijn er niet meer. In Brabants Museum Oud-Oosterhout kan men een schooltje bewonderen. Aardrijkskunde en geschiedenis. Bij het vak aardrijkskunde op de lagere school moesten de plaatsnamen van Nederland per provincie van buiten geleerd worden. Ook moesten de kinderen de plaatsnamen van voor naar achter en terug naar voren op kunnen noemen. De meester wees dan de plaats met de stok aan en dan moest de klas zeggen welke plaats het was. Het ging als een dreun. Groningen, Hoge Zand, Sappemeer, Zuidbroek enzovoorts. Stadskanaal. Bij geschiedenis kregen de hogere klassen het gevreesde jaartallenboekje dat ze van buiten moesten leren. We hebben er een paar voor u onthouden. Herinnert u zich deze wetenswaardigheden nog? Taal en rekenen. Nederlandse taal was natuurlijk erg belangrijk. We begonnen al gauw in de eerste klassen met het beroemde leesplankje. Na het optellen en aftrekken werd er al snel gestart met vermenigvuldigen. Klassikaal moesten de tafeltjes opgedreund kunnen worden. De tafeltjes tot 10 waren voor de laagste klassen, de moeilijke tafeltjes voor de hogere klassen.
soldaatje spelen. Vlak na de oorlog speelden we soldaatje. We hadden van dichtbij gezien hoe de soldaten gekleed waren. En overal vonden we het materiaal dat ze in de oorlog gebruikt hadden. Zoals helmen, schopjes, riemen met kogels erin, buskruiddozen en hulzen. We liepen door de oude loopgraven en speelden in de puinhopen van afgebrande boerderijen. Van buiten leren. Er gebeurde heel wat op school. Leuke, maar ook minder leuke dingen. Ik vond het zelf minder leuk om de catechismusles van buiten te leren. Net zoals je het jaartallenboekje in de zesde klas bij broeder Frumentius moest kennen. Kende je het boekje van het begin tot het einde, dan kreeg je een tros druiven, geplukt bij boer Evers aan de Bredase weg. Ik heb die tros druiven nooit gekregen. Ik kan me wel herinneren dat de jongen uit de zevende klas het jaartallenboekje van de eerste tot de laatste bladzijde uit zijn hoofd kende. Ik zie hem nog staan. Het duurde wel een kwartier voordat hij het had opgezet, maar het lukte. Chapeau! Vlijt en gedrag. Behalve echte leervakken moesten de kinderen zich ook bekwamen in goed fatsoen. Zo kregen ze elke maand een rapportcijfer voor vlijt en gedrag. Dit rapport moesten ze dan bovendien aan hun ouders laten zien en laten ondertekenen.
We liepen heel wat af van huis naar school en weer terug. Dus het is maar goed dat wij in die tijd al schoenen droegen. Ik moest zelf 3 kwartier van school naar huis lopen. Onze oudere broers en zussen, die deze weg in de oorlogsjaren 1940-1945 liepen, hadden nog houten klompen aan. We liepen altijd in een korte broek. Pas toen we naar de middelbare school gingen, droegen we een plufoor. Die werd ook wel smokkelbroek genoemd, vanwege de lange pijpen met elastiek onderin, die voor extra smokkelruimte zorgden. Poëzie en kaatsenballen. Meisjes schreven poëzie naar elkaar. Ze speelden vaak zakdoekje leggen en ook kaatsenballen. Met 2 of 3 ballen tegen de muur was bij veel meisjes erg geliefd.
Tijdens het kaatsen werden hele versjes opgedreund en alle bewegingen die in het versje werden verteld, voerden de meisjes uit. U herinnert u zich vast nog wel het deuntje kaatsenbal. Ik heb je al, gevangen in één hand, in twee handen, etc. Na schooltijd. De straten en wegen in Oosterhout zijn uitgestorven. De mannen zijn aan het werk op het land, in de winkels of in het ambachtsbedrijf. De vrouwen zijn druk bezig met het huishouden of werken in de moestuin. Ook de school lijkt uitgestorven, totdat de deur van het schoollokaal opengaat en de kinderen naar buiten stormen. De school is uit, de kinderen kunnen weer naar huis. Ieder gaat zijn eigen weg. Vrije tijd. Omdat er vroeger weinig speelgoed was, speelden ze met stenen of hout dat de grabbel lag. Daar was altijd wel wat van te maken. Het kopen van speelgoed was destijds erg duur. Iets wat de meeste gezinnen zich niet konden permitteren. In de grote boerengezinnen werden samen met de kinderen van de plaatselijke bewoners allerhande spelletjes zelf bedacht. Rondom en op het erf konden ze naar hartelust spelen. De meeste spelletjes bestaan op de dag van vandaag nog. Of ze nog zo intens gespeeld worden, is een ander verhaal.